ben Patrick Rijntiens. Ik ben medewerker bij Sensoa als ervaringsdeskundige. Zelf weet ik dat ik HIV-positief ben sinds 1985. Eigenlijk zo de beginperiode dat AIDS opkwam en dat toen eigenlijk ook gelijk stond aan een doodsvonnis. Ik werk fulltime, zoals vandaag ook, ga ik in een school spreken voor studenten om een stukje rond HIV te laten zien van kijk, dat is niet de ziekte waar we bang van moeten hebben, dat zijn geen rare mensen. Daar is toch nog wel wat werk aan de winkel. Als je kijkt, jaren 80 was er niks eigenlijk. En dan is de grote doorbraak in 96 gekomen, de AIDS cocktails waar men over sprak. 20, 30 pillen per dag voor sommige mensen, ook voor mezelf. Waar dat mensen vaak zieker waren van de medicatie dan van het virus zelf. Tot nu, de dag van vandaag, zijn er heel wat mensen die maar één pil per dag moeten nemen. Voor mezelf zijn er dat 5. Dus dat betekent een betere kwaliteit. Waar dat je eigenlijk toch op korte termijn geen last van hebt. Hè. Van, je kan gewoon dagelijks functioneren. Je werk, sport, noem maar op. Ik heb een doodsvonnis gehad in 1985, nu naar een chronische ziekte, betere behandeling. Misschien nog een betere behandeling in een paar jaar en misschien ooit een genezing. Wie weet, het is zo snel gegaan bij HIV.